Ha, review vrienden. Hoe is hij daar? Hier is hij. Maar het weekend is voor de deur. En je weet nooit wat er in het weekend kan gebeuren. Het kan zomaar opeens, ja, omslaan. En dat je denkt, hey, het is toch eigenlijk wel heel leuk allemaal. Maar goed, eerst nog even deze review. Wat zit er onder het doosje? Laat even het ontzag met je opgestuurd. Laten we gaan kijken. Zo spannend. Bier! En niet zomaar bier. Ja. Ik ga het maar zeggen. Ahmed heeft het helemaal niet opgestuurd. Dat is helemaal niet gebeurd. Het is opgestuurd door een kijker van Roddelpraat. Ik was daar een aantal weken geleden met Dennis aan het praten over zijn toenmalige vriendin Doppie. Dat zijn er denk ik wel zo'n stuk of 6 geleden. En voor Doppie haalde hij altijd Hertog Jan bier in huis. En toen zei ik, Hertog Jan bier is niet te zuipen, dat is bittere bocht, dat is vieze meuk. En toen heeft de kijker, die was eigenlijk boos. En die heeft mij 3 prachtige Hertog Jan pilsners opgestuurd. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik blijf Hertog Jan gewoon smerig bier vinden. Alleen, dit is een ander Hertog Jan bier. Dit is niet een gewoon Hertog Jan bier. Want we hebben hier bijvoorbeeld een Hertog Jan Weizener. Wat het bier betekent. Ja, Hertog Jan Grand Prestige. Dat is een hele dure naam voor, weet ik veel. Moeilijk biertje, moeilijk duur biertje. En we hebben Hertog Jan Hoppig Blond Enkel. En dat is handig. Dan is hij niet trippel. Die gaan we wel proeven. Want ik moet eerlijk zeggen, om nou zo'n hele groep mensen te beledigen die Hertog Jan drinken. Ja, heeft toch mij ook pijn gedaan. Ik kreeg wel heel veel berichten van mensen die zeiden, Jan vind je een aardig gozer, maar nu je Hertog Jan aan het afzeiken bent. Ja, heb ik toch wel een ander gevoeletje bij. Laten we gaan proeven. En proeven doe je in een glaasje. Overigens heb ik vorige keer gezegd dat ik er maar 1 opener heb. Maar dat is niet waar. Ik heb er ook nog eentje gekregen van mijn zoon. Dus dat is hartstikke leuk. Daar gaat hij. De Grand Prestige. Wat is een Grand Prestige, jongen? Oh. Een Grand Prestige is een heel erg bruine bier. Dat doen we elke dag op onze eigen manier. Met vakmanschap, passie en de allerbeste ingrediënten. De 4 verschillende soorten mout geven onze Grand Prestige die volle, bittere en zoete smaak. Hartstikke leuk. In ieder geval, het is 10%. Dus het is een hartstikke zwaar biertje, die Grand Prestige. En er staat heel groot Gerard Meesterbrouwer op. Nou, Gerard, hartstikke leuk gedaan. Dan hebben we hier Hoppig Blond. En daar staat dan geen Gerard op, maar Milan, de Meesterbrouwer. Even kijken of er hier ook nog een lulverhaaltje achterop staat. Ja hoor, oh ja. Hertog Jan Hoppig Blond is een heerlijk toegankelijk speciaal bier. Omdat zo'n licht en goudgeel bier te kunnen brouwen, gebruiken we tijdens het brouwproces maar 1 enkele hoeveelheid mout. Nou, dat is toch ook wat. En na het brouwen hebben we het bier gedroog gehopt met Mistral en Ella hop. Dat geeft onze hoppige blond zijn speciale, verse, bittere, volle smaak. Wat een gezeur allemaal. Oeh, dat is ook een apart kleurtje. En dan hebben we hier de Weisner. Nou, dat is toch wel wit bier, neem ik aan. Wit is gebrouwen door Gunther. Nee, door Twan. En daar staat op, dit is niet zomaar iets wat we zeggen in onze reclames. We brouwen elke dag opnieuw met zorg, passie, vakmanschap en de beste ingrediënten. Zoals tarwe mouten, de lekkerste Weisner die je maar kunt krijgen. Heerlijk in de late namiddagzon. Het verschil is vrij duidelijk dat de Weizen en de hoppige blonde Schaumen en die Grand Prestige, die slaat gelijk dood. Alsof iemand zijn snikkel in mijn bier heeft gehangen. Ik ga het wel even anders doen, want ik begin gewoon even met die hoppige blond en dan gaan we steeds sterker. Hoppige blond, Hertog Jan, ruikt eigenlijk een beetje IPA, een beetje fruitig. Smaakt.
Smaakt eigenlijk ook wel een beetje IPA. Beetje erg bitter. Ja. Ik heb het niet zo, ik heb het niet zo op heftig, Jan. Ik vind een gewone pils al moeilijk weg te stouwen. Ik vind hem bitter, ik vind hem gallig. Dan kunnen ze wel heel, Milan heel blij zijn met hun speciale vers bittere volle smaak. Maar uit mijn gal komt ook vers bittere volle smaak. Zie ik ook niet echt op te wachten. Gadverdamme, dit is toch helemaal niet... Helemaal niet lekker, man. Weet je, bier moet inderdaad ook een beetje bitter zijn. Alleen je kan het ook overdrijven, zeg. Nou, dan gaan we naar de witte van Hertog Jan. Wit bier is moeilijk te verpesten, want wit bier is eigenlijk in mijn ogen altijd lekker. Natuurlijk is dat het allerlekkerste natuurlijk. Als het zonnetje schijnt en je zit gewoon lekker op het terrasje een biertje naar binnen te slempen. Maar wit bier is gewoon smaakvolle bier. Kijk, en die van hun is een beetje troebel. Nou, hartstikke leuk. En die smaakt... Ja, prima naar wit bier. Deze is ook niet te zoet. Er zit wel echt een zoetje in. Die komt tot later. Het hele gore, bittere wat die heeft, heeft deze zeker niet. Nou, ik vind het een lekker wit biertje. Maar eigenlijk is het ook gewoon niet echt een hele speciale. Als je hem nou een tijdje in je mond hebt, dan... Ja. Het is wel oké. Maar ja, moet je dat willen? Hè? Klan? Moet je dat wel willen? Het is niet vies. Het is ook niet een super lekker. Nou, dan komen we bij de meest ingewikkelde. 10%. Dus heel erg zwaar. Nou, zo zwart als mijn ziel. En totaal geen schuim. Dus ja, ik weet niet wat een Grand Prestige moet doen. Het ruikt even. Laten we het ook maar gaan proberen dan. Ja? Ja. Ja. Jullie verwachten waarschijnlijk dat hij nu de Grand Prestige tot op de laatste slok af gaat zeiken. Maar dat is niet het geval. Punt 1. Het is een zwaar biertje, 10%. Maar het is niet als je een slok neemt dat je denkt... Jezus, dit is toch bijna geen bier meer. Je hebt van die bieren, van die sterke bieren, heb ik ook wel eens... gereviewd, joh, dat je echt een slok neemt. Je denkt, wat is dit voor een sterke drank? Dit is gewoon een biertje. En weet je waar dit nou dus aan doet denken? Aan Guinness. En als ik toch ergens van hou, is het toch wel dat Ierse dropwater. Heerlijk. Ik ga gewoon naar Ierland. Ga ik gewoon in een pub zitten. Zeg ik, doe mij maar een paar Guinness. 0,6 liter. Dan slobber de bobbel ik zo naar beneden binnen. Dan zeg ik, nou, doe nog maar eentje. En deze heeft daar wat van weg. Wat zeg ik? Dat zal dus ook de reden zijn waarom er niet... Kijk maar, want het schuim is ook donker. Waarom er niet gelijk zo'n hele dikke kraag op zit, heb je bij Guinness ook niet. Ik vind dit een heel mooi biertje. De smaak is zacht. Je proeft de kruiden... Het is niet te hard of overheersend. De alcohol is niet overheersend. Ik ga dit gewoon kopen. Gerard, de meesterbrouwer, je hebt een prachtig biertje gemaakt. Deze is echt heerlijk. Toch wel geleerd. Nou, 3 biertjes van Hertog Jan. Smerig. Mooi. Super top. Lekker. Tijd voor de cijfertjes. Zo op de vrijdag. Hoppig blond, enkel, is niet te zuipen. Het is heel erg smerig, bitter, het is galerig, het is onaangenaam, het is een ramp. Het is een ramp en ik zou hier ook mee stoppen, Hertog Jan. Jullie gewone pilsen is wel een beetje lastig, maar het is echt verschrikkelijk. Zoals wij dat in Noord-Holland zeggen.
En ik heb een 2. Echt, niet te nakken zeg. De Weisner is prima. Saai, maar prima. Niet uitgesproken, maar wel een Weisner. Ja, in de eerste slok denk je, ja leuk, hè? Een zoetje dingetje. Echt een wit biertje. Ebt heel snel weg en dan is het gewoon, ja, truttig. Het is gewoon een 6. Absolute wereldtop. Hertog Jan, Grand Prestige. Ik vind hem fantastisch. Ik vind het een vinding. Ik wist niet eens dat het bestond. Ik zou er langs lopen en denk, Hertog Jan, alsjeblieft niet. Deze is helemaal te gek. Ik denk overigens wel, als je hier 6 van hebt opgedronken, dat je de horlepiep staat te dansen. Dat je een beetje mal gaat doen, omdat er nogal wat alcohol in zit. Maar wat een heerlijk drankje. En deze krijgt van mij een 8. Want pitverdikkie, deze is lekker zeg. Grand Prestige van Hertog Jan. Proost!